We zijn aangekomen in de pittoreske Alkmaar en ik zie daar in mijn ooghoek Milan staan. Milan Dontje, een hele goede middag. Hey, goedemiddag. Hey, we zijn bij jouw family office aanbeland, hè? Ja, klopt. Er zijn nogal wat bedrijven. Ja, door mijn vader eigenlijk. Die heeft een bedrijf gehad in de chocola en die heeft dat weten verkopen. Het was wel het lekkerste bedrijf van Nederland, geloof ja, ik, hè? Sowieso. Ja, hij is de grote bedenker van de Finis, dus de gekleurde dingetjes in de hagelslag, die veel mensen kennen. Ja. Die heeft daar weten te verkopen. Hij was de grootste in de hele wereld over de chocoladedecoraties. En nu hebben we eigenlijk een family office opgezet voor meerdere generaties eigenlijk. Dus we willen dat volgende generaties van de familie ook nog net zo goed hebben als ons. Ja, mooi. En dat doen wij eigenlijk met allemaal investeringen die we nu hebben. Dus dat kan een krokettenfabriek zijn, maar dat kan ook een sportwebshop zijn. Of mijn eigen bedrijf, dat is natuurlijk plasticvrije kauwgom. Ja, dat heet Bambits, hè? Dat heet Bambits. Ja, ja. Dus daar zijn we ook heel erg druk bij. We hebben stedentrips. We doen eigenlijk echt van alles, als maar een beetje een niche-markt is. Mooi. Nou, ik wil het vooral hebben over jouw ondernemerschap, hè? Hoe is het om te ondernemen, hè, binnen een family office? Betekent dat ook even hardcore ondernemen? Hoe wordt er meegekeken? Ja. Heb je een mooie ruimte waar wij deze vragen kunnen beantwoorden? Dan kunnen we wel van naar boven toe. Wordt hier nou wel gewerkt? Wordt meer gezopen dan gewerkt? Wat hier is family office? Of hoe zit dat? Het lijkt er wel op. Het lijkt er alsof het veel meer wordt gedronken dan wordt gewerkt. Ja. Maar ze werken heel hard, hoor. Dit is alleen voor de vrijdagmiddag. Dan wordt er nog wel flink gedronken. Er liggen wel een paar mooie wijntjes, zie ik. Ja, we houden er wel van. Maar het moet wel eerst goed gewerkt worden. En daarna mogen we even een lekker borreltje drinken om de vrijdag van het weekend in te luiden. Ja, precies. Het moet niet te veel worden natuurlijk. Nee, dat kan te gek ook. Nee, je moet af en toe wel je focus houden. Hè? Ja, precies. Maar dat doe jij ook, hè? Want Milan, even resume. Je bent 29 jaar. Ja. Jong, hè? Ja. Je hebt vroeger volle bak gereest. Volgens mij ook wel een paar keer uit de bocht gevlogen. Vaak genoeg. Gebeurt dat ook nog wel met ondernemerschap? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat iedere ondernemer dat wel ondervindt. Dat je genoeg dingetje bij je... Wat net niet werkt, dan ga je weer naar links, dan ga je weer naar rechts. En je bent gewoon altijd aan het oefenen en aan het kijken waar kan je verbeteren. Heb je daar wat van in het verleden vanuit de racerij, wat jij meeneemt in je ondernemerschap? Ik denk dat racen wel heel erg goed voor je is, want je werkt met een team. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je het altijd nog zelf doen. Dus ik heb 20 mensen achter me die me eigenlijk allemaal beter maken. Die maken, zetten die auto klaar. Maar uiteindelijk zit ik achter het stuur en maak ik de keuzes. Dus het is eigenlijk net zoals ondernemen. Dan moet je het wel zelf doen, hè? Ja, je moet het dus altijd wel zelf doen. Je maakt zelf de keuzes. En je maakt ook wel eens een keuze dat je, ik ga nu inhalen, maar ik vlieg er tegenaan. En dan heb je eigenlijk net de verkeerde keuze gemaakt. Ja, en dat hoort bij ondernemerschap, hè? Want dat is dit, hè? Ja. Dus vallen en opstaan. Ja, maar mooi dat je dat vroeger ook tijdens de racerij hebt meegemaakt en dat je dat nu weer meeneemt, hè, met het ondernemen. Hey, maar waren veel vragen van mensen, ja, hoe zit dat nou precies, hè? In zo'n family office en ondernemen van Arthur Dontje, hè, jouw vader. Mm. En die krijgt er waarschijnlijk met een gouden paplepel ingegoten. Hoe zit dat precies bij jou? Ja, nou ja, je hebt wel veel meer geluk dan de rest, hè. Laat ik dat ook even vooropstellen. Ik zit wel op een positie die niet veel mensen hebben. Ervaar dus, je dat ook zo? Ja, ik denk dat je heel trots... Ik ben heel erg trots op mijn vader dat hij dat heeft bereikt. Dus en dat heeft ook voordelen voor mezelf. Dus ik heb minder stress over dat er geen geld binnenkomt. Maar ik heb ook andere keuzes te maken. Ik praat over keuzes over meerdere generaties. Dat is natuurlijk ook wel dat is ook best wel veel verantwoordelijkheid. En ik moet ook gewoon iedere dag gewoon gewerkt worden. En ik bouw zelf aan een eigen bedrijf. Ja, en ik bouw aan een vermogen voor hopelijk meerdere generaties. Zo denk ik ook echt, samen met mijn broer doe ik dat. Ja. Want die family office, maar dat is nog maar pas geleden ontstaan, toch? Ja, dat bestaat nu 6 jaar. 6 jaar. Oké, en het is uiteindelijk vanuit de familie bepaald. Oké, we willen dit voor meerdere generaties gaan neerzetten in de toekomst. Ja, eigenlijk is het zo gekomen dat mijn vader die zei van... ik denk dat het verstandig is om een bedrijf te beginnen... om in bedrijf te gaan investeren of aandelen te doen of vastgoed of iets in die trant. En dan vanuit daar ook meteen de keuze gemaakt van... voor deze generatie, dus dat is mijn broer en ik... Ja, die moet eigenlijk gaan bepalen voor meerdere generaties. We hebben helemaal statuten, familiestatuten, maar ook gewoon natuurlijk gewoon een investment statuten hebben we natuurlijk ook nog. Dat vinden wij gewoon heel belangrijk, want wij, mijn broer en ik willen het liefst nog groter worden als familie. En we willen ook dat de volgende generatie ook gewoon net zo goed hebben als wat wij hebben. Ja, precies. Dan moet je gewoon weer een mooie stijgenlijn in zitten. Ja, precies. Wij zijn maar ook geluk hebben. En dat is ons doel, om dat eigenlijk meerdere generaties dan voor te zetten. En dat geeft mijn vader ook weer een goed gevoel. Hij is vooral adviseur hier. Maar dat geeft hem dan ook een goed gevoel. Ja, want hij heeft er altijd hard voor gewerkt en het is hem gelukt. Uh-huh.
En maar wij willen ook wat meer. Ja, snap ik. Maar jullie werken er zelf ook hard voor. Ja, zeker. Want je hebt een aantal eigen merken aan het neerzetten. Ja. Ja, dan mijn eigen bedrijf met Bambits, plasticvrije kauwgom natuurlijk. Maar hoe begint zo'n idee? Want dan, los van het feit dat je wat je hebt vermogen achter de hand, dus je kunt investeren. Maar hoe ben jij op een idee gekomen? Ja, eigenlijk heb je dan, omdat je natuurlijk met een family office werkt, word je ook veel benaderd. En daar komen ook ideeën uit voor. Dus eigenlijk een andere investeringsfonds, maatschappij, die kwam eigenlijk met het idee van ik heb het Bambits merkrecht. En ik ben erachter gekomen dat er plastic in kauwgom zit. En die kwamen eigenlijk naar mijn vader toe van, kun je vinden, is dat niks voor jullie? Nou, mijn vader zei van, ik ga geen merk meer opzetten, maar misschien is het wel wat voor mijn zoon. En dit was helemaal een beetje bij het begin eigenlijk van de family office, dus krijg je heel veel. Ja. En ik wilde heel graag... Dan word je meteen heel veel benaderd. Ja, ja, en ik wilde eigenlijk wel heel graag een eigen bedrijf. Ja. En ik vond dit zo interessant. Ik dacht van, ja, weet je, dit is best wel boeiend. En een stukje duurzaamheid is ook wel echt belangrijk aan het worden. Niet alleen voor de wereld, maar ook commercieel is dat natuurlijk ook nog wel heel erg boeiend. En zodoende ben ik het eigenlijk van start gegaan van, oké, ja, eigenlijk fles weinig research, maar gewoon... Starten. Van, ja, gewoon doen, hè? Laten we gewoon doen. Maar hoe werkt zoiets dan? Heb je dan een zak met geld klaarstaan? Oké, dit is een werkkapitaal wat je kunt gebruiken. Hoe werkt zoiets? Ja, eigenlijk wel. Dus we doen natuurlijk gewoon een eerste investering. Dat is dan je werkkapitaal. Of tenminste, dat is je geld waar je lekker mee kan gaan ondernemen. Ja, soms van speelgeld. Ja, speelgeld. Ja. En dan moet het plan achter zitten. Dus ik wil dit als sales halen. Ik wil dat. Dat moet ik allemaal voorstellen bij mijn broer en bij mijn vader. En bij mijn investment manager. Dat is eigenlijk mijn rechterhand. Die helpt je mee om dat soort Excelletjes balansen te maken. Ja, dat doen we gewoon wel. Ik heb dan één voordeel dat ons team van de family office, die werkt ook natuurlijk gewoon voor mij voor de Bambits. Dus dat scheelt dan weer. Ja. Die mensen hoef ik niet nog een keer aan te nemen. Dus dat scheelt zeker wel. Scheelt heel wat werk en heel wat geld. En daar maak ik gewoon een plan mee. En dan zeg ik van, volgend jaar heb ik zoveel geld nodig, want je moet wel een merk bouwen. En dat is in de supermarkt retail wereld is dat gewoon heel moeilijk. Dat kost gewoon veel geld. Ja, nee, absoluut. Zo zijn we dan, zo zetten we iets neer. En dan mag ook mijn broer mag bijvoorbeeld ook nee zeggen. En dan gebeurt het ook niet. Dat is een van onze regels binnen onze statuten. We moeten allemaal ja zeggen. Als één iemand nee zegt, dan is het gewoon klaar. Dan wordt het ook is er wel eens ruzie ontstaan? Nee. Is nee? Nooit. Wij hebben nooit ruzie. Dat is één. Ja, we kunnen ten eerste heel goed met elkaar hebben. Ja. Maar we hebben gewoon duidelijk gewoon gezegd. Van daarom hebben we ook bijvoorbeeld, we moeten alle drie ja zeggen. En als er één iemand nee zegt, dan gebeurt het gewoon niet. En dan mogen we er ook niet meer naar kijken. Als het dan wel een goede investering misschien was geweest, dan mogen we daar niet over praten. Okay. Dat is dan de regel. Oh, en dat houden we ook allemaal aan. En we vinden eigenlijk, maar dan wordt er nooit over gerept dan nee, nee, we kunnen wel even kijken van, dat was misschien toch wel een goede geweest. Ja. Je kan ervan leren. Van, waarom moeten we daar voortaan wel naar kijken? Oh, ja. Het is niet zo dat je naar drie glazen wijn en denkt, jezus. Nu, ik je mag niet boos worden op elkaar. Van, nee, jij zei nee, je bent een paardenlul. Nou, dat mag ik niet zeggen. Oké, dat is netjes. Dat is wel gewoon, denk ik ook, hoe het best werkt met ons in de familie. Weet je moet met z'n allen gewoon, als je met z'n allen ja zegt, dan weet je dus ook dat je met z'n allen achter staat. Als je natuurlijk zelf van denkt, ik sta niet helemaal achter, dan ga je krijgen van, ik zei het toch. Ja, dan ga je juist ruzie krijgen. Nu weet je sowieso dat je geen ruzie meer krijgt. Nee, dat is absoluut. Je praat gewoon ook, je kan alleen maar van leren. Dat moet je wel doen. Hoe hebben jullie deze regels hier eigen gemaakt? Want dan heb je naast zo'n verkoop die vroeger dan heeft plaatsgevonden en family office opgericht, heb je dan adviseurs in hand genomen om dit soort afspraken vast te leggen? We doen ook heel veel dingen, hebben we een beetje uit onszelf gedaan. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon ook grote clubs, zoals je kan ze wel KPMG, PwC, die heb je natuurlijk hier allemaal wel over de vloer gehad. En die raden dat wel aan. Je statuten zijn gewoon belangrijk, dat is gewoon je regels. En die houden we niet natuurlijk telkens bij, maar dat is wanneer het wel fout gaat, is het wel heel prettig dat het allemaal op papier staat. Ja, precies. En daar heb je allemaal adviseurs voor. We hebben fiscalisten ervoor natuurlijk. We hebben de PwC, dat is ook een stukje accountancy is dat natuurlijk. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En dan hebben we nog juridisch. Ja, dat zijn allemaal wel hele belangrijke aspecten die je moet hebben. Is het zo dan, iedere uitgave die je dan doet, hè, wat dan te voordelen of ten nadele zou kunnen zijn voor het bedrijf, dat moeten jullie met z'n drieën besluiten? Ja, meestal wel. Het ligt er een beetje aan wat voor uitgaven natuurlijk. Als je privé uitgaven mag gelijk zelf bepalen, natuurlijk de meeste dingen. Hey, teruggeven naar jouw ondernemerschap. Hè? Ondernemerskills. Word je daarmee geboren of kun je dat leren? Ik denk ik meestal wel kan leren, maar sommige dingen. Ja, ik denk dat een stukje charisma, of tenminste ook een beetje wat je over je heen hebt, gewoon echt gewoon.
dat mensen ook naar je luisteren, dat zit gewoon, dat hebben mensen. Oké, ik ga met deze jongen mee en ik luister naar hem. En ja, ik vind dat ik vind zijn visie mooi. En ja, ik denk dat geduld ook een beetje aangeboren is, maar je kan natuurlijk altijd alles leren. Mm-hmm. Ik geloof er niet in dat als je het. Als je dat niet helemaal over je heen hebt, dat je het niet kan leren. Nee, dat is absoluut. Dat is altijd wel. Kijk, iedereen heeft een andere manier van werken ook. Mm-hmm. Weet je, de ene is van het schreeuwen en van het blaren en de andere is heel rustig. En ja, je kan nou met... Welke categorie val jij? Ik ben nog vrij rustig hoor. Ik ben niet van het schreeuwen tenminste. Maar ja, ik ben wel vrij extrovert en veel... Ik ben vooral met mijn werk wel heel erg enthousiast meestal. Ik kan of heel enthousiast worden, of ik vind gewoon niks en dan... Ja, dan vind ik het ook echt niks. Dan gaat de streep doorheen. Ja, dan kijk ik er nog eens naar. Ah, ja. Dat is gewoon meer hoe ik ben. Dus of ik word er heel enthousiast van of niet. Dus heel erg energiek ben ik wel. Ja, en als je de afgelopen... Want je bent nu 2 jaar ben je hardcore aan het ondernemen. Ja, ja. Het is eigenlijk 3 jaar ben ik nu eigenaar van Benbits. Ja. En hoeveel bedrijven? Want je hebt er best wel wat, toch? Ja, het zijn er volgens mij nu 12, want we nu hebben 12 of 13. En daar ben jij eigenaar van? Ja, daar zijn we als family office eigenaar van. Dus en jouw rol is dan van die 12? Nou, bij Benbits is het echt gewoon, daar ben ik gewoon echt directeur, dus daar ben ik echt constant mee bezig. Nou, directeur vind ik altijd een beetje een rotwoord, maar gewoon eigenaar. En daar ben ik gewoon constant mee bezig. Daar ben ik eigenlijk gewoon 5 dagen in de week mee bezig. En dan voor die andere bedrijven, ja, die doe ik een beetje tussendoor. Dat kan een sparringspersoon zijn. We hebben veel goede financiële mensen hier daar zitten. We hebben iemand op IT die heel erg goed is. Daar kunnen we heel erg mee helpen. Mm-hmm. En ik denk omdat we zelf, ook mijn broer heeft ook een eigen onderneming, maar ik ook een eigen onderneming. Mm-hmm. Daardoor kunnen we ook goed sparren met een andere ondernemer. Want wij maken ook dingen mee en daar kunnen we van leren. Dus we leren eigenlijk een beetje van elkaar. Ja, mooi. Dus ik doe eigenlijk meer een beetje de creatieve kant. Meestal is dat wel een beetje mijn ding. Mm-hmm. Leer veel van andere bedrijven. En dat probeer ik dan een beetje over te brengen naar die ondernemer. En wat ik zelf meemaak. Ja, nee, dus dat, absoluut. En dat werkt gewoon heel goed. Dat is een hele leuke dynamiek ook met de investeringen die we hebben. Ja, dat we willen wel dat de ondernemer ondernemer blijft. Mm-hmm. Ik hoef niet daar iedere dag te zitten. Nee. Dat is niet mijn taak. Ik help ze. Om verder te komen. Ja, we moeten gewoon, dat doen wij met ons team. Ja. We helpen ze naar next level. Mm-hmm. En als we uiteindelijk, we hoeven ook niet meteen eruit. Dat willen we ook niet. We willen groeien met hun. En uiteindelijk als ze zeggen van nou, we willen jullie wel eruit hebben, dan mag dat ook. Ja, dan staan jullie daar open voor, maar uiteindelijk hebben ze dan wel weer een exit. Ja, ja, ze hebben gewoon de mogelijkheid om ons over te nemen, natuurlijk ons aandeel weer. Er zit gewoon een formule achter. En dat doen we expres natuurlijk, dat doen we ook een beetje om te laten zien van nou weet je, wij hoeven niet per se uit, we willen juist met jullie meegroeien. Mm-hmm. En als zij zeggen van ja, wij willen eigenlijk zonder jullie groeien, dan kan dat natuurlijk ook. Hey, en als je de afgelopen 2 jaar, hè, want dan ben je nu volle bakken bezig, wat is jouw grootste fout die je hebt gemaakt? En dan dacht je, shit, dat had voorkomen kunnen zijn. Nou, ik denk dat ik ook wel een grote fout, de productie die ik nu heb voor de, nou dan de kauwgom dan, de plasticvrije kauwgom in Heergewaard. Ik denk dat we wilden te vroeg ook al een eigen productie. Ja, dat is een mega grote investering natuurlijk. Ook machines, je mensen, ja, die heb je allemaal nu staan. Ja, dat had ik misschien niet moeten doen. Alleen, het maakt ook ons product weer heel uniek. Dus het is weer een beetje van, ja, is nou een verkeerde keuze? Ik denk gedeeltelijk wel. Ik denk dat we veel langer even moesten inkopen en moesten verkopen. En dan wel een productie al opzetten door. Maar dan heel lang testen dat je een goed product kan neerzetten. Dat hebben we nu niet kunnen doen. We zijn eigenlijk volop meteen... De productie. Ja, productie. Ja. En ik had mijn eigen recept dat ik gewoon zelf wat in elkaar geflanst. Letterlijk zelf? Ja, gewoon, ja, gewoon zelf gewoon een beetje wat te proberen bij elkaar gezet. En ja, een redelijk idee te hebben van nou oké, dit is dan de kauwgom die we gaan verkopen. Maar die was gewoon niet goed genoeg. Nee. Dan loop je toch wel, ja, dan sta je toch even achter. Ik zeg dan niet dat het dan meteen kansloos is, dat is echt niet zo. Ik denk dat je gewoon, je moet je weer herpakken en dan moet je gewoon kijken van hoe kan ik het verbeteren. Mm-hmm. Ik heb nu iemand van Sportlife, die altijd bij Sportlife heeft gewerkt, die deed alle recepturen daar. Kijk, die werkt nu gewoon voor jullie. En die werkt nu voor mij. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk geweldig en we zien ook meteen het product verbeteren, productieprocessen verbeteren. Ja, daar leer ik mega veel van. En dan hoop ik eigenlijk ook binnenkort gewoon weer grote stappen mee te zetten. Dus dat we ook echt een veel beter kauwgompje gaan krijgen. Ja, wat is jouw doel uiteindelijk met Benbits? Waar wil jij naartoe? Ik denk dat we gewoon een merk moeten worden. Mm. Dus dat uiteindelijk ook... Ja, ooit heeft Benbits was de eerste suikervrije kauwgom. En toen werd alles suikervrij. En eigenlijk wil ik dat weer nabootsen met plasticvrij. Mm-hmm. Dus je wordt een merk omdat je plasticvrij bent, een van de eerste. Het zijn wel meerdere merken, maar dat we zeggen altijd een van de eerste. Daarnaast gaan dan ook de grote merken, die gaan ook met ons mee. Dat is eigenlijk het doel. Dus dan heb je een dubbel, ja,
En dan ben je een merk, dat is een winst. Mm-hmm. Maar ook de winst is dat onze missie eigenlijk volbracht wordt, dat iedereen plastic vrij gaat eten. Exact. Ja, dus voor de gezondheid. Ja, ja, dus een stukje gezondheid voor mm-hmm. jezelf, hè, maar ook voor natuur. Micro- en nanoplastics komen nu in ons bloed. En dat kan ook door kauwgom komen. Mm-hmm. Kan door tandpasta komen. Kan door allemaal producten komen. Er is veel rotzooi op de markt. Veel rotzooi op de markt. Ja. Dus, maar kauwgom is daar één van. Ja. Dus ja, voor ons is dat doel om dat juist weer... dat iedereen tenminste de juiste kauwgom gaat kauwen. Ja, mooi. Hey, de family office, hè? Ja. Ik zag 12 verschillende bedrijven, hebben we het net over gehad. Stel dat er een kijker zit te kijken, ik wil me ook aankloppen bij jullie. Waar kijken jullie als eerste naar? Ja, we hebben eigenlijk, er is een team beneden zitten die dat eigenlijk constant checkt. Dus die kan al naar de, ja, dit is meestal een investment deck, hoe dat heel mooi wordt genoemd. Ja, want dan komen allemaal bedrijven die geld nodig hebben, een soort van, jullie zijn ook een deel private equity. Ja, eigenlijk wel. Hè? Dus, je bent een soort private equity, gewoon een investeringsmaatschappij. Ben je. Exact. Hè, dus waar kijken jullie dan als eerst naar? Er komt een pitch deck op het bureau te liggen. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, je gaat eigenlijk kijken, wat doen ze? Dat is natuurlijk de eerste. Is de markt interessant? Mm-hmm. Hebben wij er verstand van? Ik denk dat punt is bij ons heel belangrijk. Ik moet wel het gevoel hebben dat we hun kunnen helpen. Oké. Okay. Anders ga je maar gewoon... Ja, maar wanneer ken je een bedrijf helpen? Als je het stel, ja, een stukje financieel dan. Ja. Is bij ons gewoon heel goed. Dus daar weten we veel van. Okay. Kan ook zijn door misschien juist de buy-and-build strategie te doen. Wat heel veel private equities natuurlijk ook doen, maar op een kleine schaal. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel heel interessant. Een stukje creativiteit, denk ik ook wel. Mm-hmm. Ik denk dat we als ondernemers... Nou, we hebben mijn vader, die is met chocola heel erg... succesvol geworden, maar dat is wel. Die heeft ook heel wat creatieve ideetjes. Mm-hmm. Geen buy-and-build-strategie. Nee. Die heeft zelf echt een merk eigenlijk neergezet, maar die was wel altijd bezig met juist hoe kan je uniek zijn. Mm-hmm. En ook weer in een niche-markt, dus daar kijken we ook heel erg naar. Ja. Dus dat zijn allemaal een beetje aspecten van, waar kijken we naar? Dat is echt dus een stukje, waar kunnen we gewoon helpen? Mm-hmm. En is het een niche-markt? Dus we willen wel echt de beste van die niche-markt zijn. Ja. Want waren toen al. Stel dat een bedrijf verliesgevend is, wat voor reden dan ook, zou je dan daarin stappen? Normaliter niet. Okay. Je moet dan wel duidelijk al meteen een keuze maken van we kunnen misschien een ander bedrijf meteen bijdoen, waardoor dat niet meer zo is. Mm-hmm. Maar het liefst hebben we wel gewoon positieve cijfers. We zijn in dat daar een beetje conservatief in eigenlijk. Een beetje skill-up eigenlijk. Het moet wel skill-up zijn eigenlijk. We zitten net, je bent de start-up fase voorbij, dus je bent op zich al succesvol. Ja, dus na vijf jaar. Want je hebt pas een echt bedrijf, zei je, maar dat 7 jaar. 7 jaar, dat zijn mijn vader. Het duurt 7 jaar voordat je een onderneming goed hebt gebouwd. Oké, okay, dus stel dat er kijkers zitten kijken tussen de 5 en de 7 jaar. Ja. En ik zoek nog iemand als investeerder. Je hebt positieve cijfers. Ja, dan mag je mag altijd een mailtje sturen. Dus dat scheelt. En wat vind jij het leukste in jouw vak? Nou, ik vind dat ondernemen vind ik gewoon echt het leukste. Dus het pionieren. Eigenlijk een beetje van links naar rechts. Gaan we dit proberen, gaan we dat proberen. Dat vind ik eigenlijk het leukste. En met de family office, wat ik daar weer heel leuk aan vind, is dat ik heel veel verschillende mensen ontmoet. Dus je ontmoet echt hele slimme mensen. Ik heb heel veel mensen slim natuurlijk. Maar dat zijn echt de Champions League. Daar praat je eigenlijk soms mee. En je komt ook heel veel leuke bedrijven tegen. Dus dat je denkt, hoe zijn ze erop gekomen? Kijk, bij mij kwam die kauwgom eigenlijk een beetje op mijn pad. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen die ook echt gewoon eens een keer thuis hebben gezeten. Die dachten van, wat moet ik nu bedenken? En die bedenken iets. En je denkt van, hoe kom je daar nou weer op? En dat is natuurlijk een heel mooi iets. Dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. Ja, precies. Ja, een ondernemer die denkt in dat alles kan, hè? Ja. Alles kan. Hè? Ja. Dus dat is het mooie van ondernemerschap. Dat heb ik nu ook. Ja. Bennwits gaat lukken. Ja, daarom. Dus ik ga heel veel succes wensen met Bennwits. Ik kom graag nog eens een keer in de toekomst langs bij je. Ja, om te kijken hoe het gaat. Ben altijd welkom. Ja, er moet een wereldmerk worden, toch? Ja, sowieso. Kan niet anders. Niet alleen in Nederland, maar gewoon in de wereld. Ja, natuurlijk. Ja. Maken we de wereld gezonder. Ja, precies. Ik ga je bedanken, Milan. Ja, dankjewel. Top interview.